alweer planten gekocht. Dus even laten zien hoe dat verpakt is. Tenminste, als het hetzelfde verpakt is als de vorige keer, wat erg goed was. Dus als het goed is, zijn dit cactussen. Nee, ze zijn een heel stuk minder goed verpakt dan de vorige keer. Nou, het ziet er wel goed uit. In de bloei, hè? Ik kon ook de kleur nog opgeven. Dus ze zijn iets kleiner dan ik gedacht had. Oh, ik moet wel ze in beeld houden. Wat is een mooie kleur. Eén keer per week water geven. In de winter één keer per maand. Dat is het advies. Nou, hier hebben we er nog een paar. Die zijn wel erg klein. Ik had echt gedacht dat ze groter waren. Niet de potjes, maar wel de plantjes zelf. Want die zijn niet zo hoog. Maar ik ben heel goed in het houden van cactussen. Kijk, wat ze doen is dat ze ze in plastic doen. En dan doen ze er een elastiek omheen. Hè? Ja, die gaan we eens even opstellen. Ik heb ze al laten acclimatiseren. Dus... Van dichtbij is het toch wel heel erg mooi, moet je kijken. Bloemen en cactussen zijn sowieso heel mooi. Ik had ooit een cactus en die was vet best groot. En die bloeide één keer per jaar ergens in juni. En dat was de tijd dat ik nog vaak het weekend in Nijmegen was. En hij bloeide maar één dag. Dus dan vond ik wel eens die uitgebloeide bloem als ik het net gemist had. Maar vaak dan was ik ook thuis en dan... Dan zag ik dat. Het waren veel grotere bloemen, een soort magrietachtige bloem. Best wel groot, een centimeter of 6, 7. Maar een dag, s'avonds dan zag je hem open gaan. Soms dan ontdekte ik pas 's ochtends dat hij in bloei stond. Dat stond hier in de vensterbank in de keuken. Maar het is heel mooi. Het is heel moeilijk om ze aan het bloeien te krijgen. Dus ik weet ook niet of ik dit volhoud. Misschien zijn dit wel cactussen die makkelijk bloeien. Maar je moet ze op het juiste moment niet te veel water geven. Want anders dan lukt het dus niet. Mooi, dit. Dit is een van de 6. En die voorste, ja, het is niet zo dat die verwelkt zijn. Die staan nog in de knop. Dus die zijn wat kleiner. Ja, ik ben er best wel blij mee.